Welkom bij OHM Magazine. In deze uitzending besteden we aandacht aan de volgende onderwerpen. Kinderyoga, de rol van de hedendaagse pandit, hindoeïstisch vormingsonderwijs, maar we beginnen met de getalenteerde Poppin danser Rajiv Bhagwanbali. Geniet veel respect in de hip-hop scene. Hij is gedreven en ambitieus en heeft inmiddels internationale erkenning en aandacht gekregen. Maar zijn keuze om te dansen is niet altijd door zijn naaste omgeving begrepen. OHM Magazine praat met Rajiv over zijn keuzes en hoe hij een brug slaat tussen zijn familie en passie. De dansvorm die ik doe heet popping. En popping is een hip-hop dansvorm. Het is een staande dansvorm waarbij heel veel illusies worden gebruikt. Je ziet dat Michael Jackson, Justin Timberlake, Usher zijn mensen die heel veel popping gebruiken. Ik vind popping, het heeft wat extreems. Het is heel extreem. Als je het ziet, dan lijkt het bijna onrealistisch wat er gebeurt. En dat trekt me heel erg. Het is bijna magic. Dans is een vorm van zelfexpressie. Het is een kunstvorm. En ik vind het heel belangrijk dat als je danst, dat je ook echt iets te zeggen hebt. Dat mensen naar je kijken en dat mensen zien van, hij praat niet, maar hij vertelt een verhaal. Dat is eigenlijk wat ik de hele tijd nastreef. Ik probeer echt, door connectie met mezelf te leggen, connectie met de ander te leggen eigenlijk. En dat is iets magisch. Ik ken Rajiv vanuit het hiphophuis. Ik ben een van de oprichters van het hiphophuis. En nadat we een paar jaar bestonden, kwam Rajiv een keer binnenlopen. En op een gegeven moment heeft hij als leerling zijnde, heeft hij zich heel erg ontwikkeld naar een docent. En zelfs naar een van de steunpilaren van het hiphophuis toe. Maar hij heeft toch in een vrij korte tijd, heeft zich door heel veel inzet, maar heel veel inlevingsvermogen en volledige overgave aan de hiphopcultuur, heeft hij heel snel dat pad kunnen bewandelen. Het is vandaag zaterdag, 5 juni 2010. Wat's up mensen? We zijn net aangekomen in Breda. We komen nu voor onze vijfde gig van vandaag. Ja toch? Dus dat betekent we zijn helemaal warm gedraaid. We hebben honger, maar we zijn warm. We zijn klaar om te rocken. Ja, we doen gewoon ons ding, weet je. Met beatboxing, with the robot, with the hat. Nee, we gaan die mensen even gek maken hier zo. Dit is Jivan, de G-Funk robot. Het leven wat ik leid is niet echt het stereotype, weet je, Hindoestaanse Sherif Larka type leven, weet je. Dat is niet echt wat ik leid. Dus, wat is dat beeld van de Sherif Larka dan wel? Een jongen met een scheiding en een snorretje en een brilletje die zo zit met zijn handen over elkaar en die dan zegt, ha. En luistert naar papa en mama? Ja, precies, precies. Het is altijd leven in het veilige, weet je. Mensen vertellen jou wat hoort, wat maatschappelijk, wat sociaal correct is of zo. En dat ga je dan volgen, weet je, zonder zelf echt te hoeven nadenken. En omdat je het kan, weet je, je kan het toch wel aan, dan ga je een stukje harder studeren. En dan, weet je, dan vindt iedereen je lief. Maar misschien ben ik niet zo lief, ik weet niet. Ik geloof echt heel erg erin dat je keuzes moet maken waar je zelf achter staat, weet je. Nice. And this is the place where you're gonna get your massage.
So, did you ever go to the hip-hop house? Yeah? I teach there, man. Oh, yeah. Yeah, you should, you should. What do you teach? Well, the dance style is called popping. And it's a stand-up dance form in the hip-hop style. It's, you know, the moonwalk, the backslide, waves, the Michael Jackson stuff kind of thing. Michael's actually a popper, you know. Ik ben van origine uit fysiotherapeut. Ik had fysiotherapie gestudeerd. En ik heb na mijn studie ben ik gaan werken als fysiotherapeut. Maar ik merkte gewoon dat ik dat niet heel erg leuk vond. Ik was gelijktijdig met mijn studie, fysiotherapie, begonnen met dansen, echt danslessen nemen. En ik was toen ook begonnen met als bijbaantje in een sauna te werken als masseur. En toen had ik zoiets van, ja, misschien is het wel tof als ik een keer een bedrijfje begin. Ja, yeah, so I make money with everything I like to do, you know? I dance also and I teach. Okay. Yeah, man, I do shows. All right, you're blessed. Hmm? You're blessed. Yeah, you could say that. Ik heb niet altijd de steun gehad die ik zou willen hebben. Dat mijn ouders hadden graag gezien dat ik andere keuzes zou maken. Het werd niet altijd niet in dank afgenomen dat ik ben gaan dansen. Het werd niet in dank afgenomen dat ik van fysiotherapie naar massage ben gegaan. Je denkt dat je iets fout doet of zo. Je denkt van, hé, maar wat is dan hetgene dat je mist, weet je? Wat is dan hetgene wat niet goed is? Ik bedoel, ik ben geen dealer of zo, weet je? Ik ben niet bezig met iets negatiefs. Dan ga je dus denken van, oké, nou, maar ik sta er wel echt achter. En ik geloof in wat ik doe. En ja, dan ga je dus ondanks wat anderen ervan vinden, dan ga je pad volgen. Laten we deze twee even combineren. Nice. Het gaat goed met me. De dingen die ik doe, die beginnen nu echt wel succesvol te worden. En dan merk je dat er dan wel wordt gedacht van, oké, dit is wel echt iets en hij maakt er wel wat van. Kijk, het is gewoon, hoe dan ook, het is belangrijk om te horen van, hey Jeef, je doet het goed en ga zo door. Maar als je dat niet hebt, het is de kunst om door te gaan op het moment dat je dat niet hebt. En op het moment dat ik dat niet had, ben ik ook gewoon doorgegaan. Maar aan de andere kant zijn er ook wel weer mensen in de familie die dan bijvoorbeeld, weet je, met muziek bezig zijn. En die hebben dan zoiets van, hey, zo Jeef, wat jij nou doet is super tof. Maar dat zijn dan niet je ouders, weet je. Je hebt toch liever dat je ma zegt van, hey Jeef, ja man, goed zo. En in de loop van de jaren is mijn moeder naar een voorstelling komen kijken. Dat vindt ze leuk. En dan is mijn vader in de studio geweest, weet je, in Hilversum. Want we waren met de groep waarin ik zit, hadden we haar in de halve finale gekomen van Move Like Michael. En toen had ik ze uitgenodigd, weet je. En ze waren ook gekomen. Daar was ik heel erg blij mee. En ze vonden het heel erg leuk. Dus dat is dan wel een moment dat ik denk van, oh yes, weet je. Hij komt nu, hij wordt nu een brug geslagen. Nee, kijk, bijvoorbeeld op mijn verjaardag. En wat ik had gedaan is, ik had battles georganiseerd tussen mijn familieleden en mijn vrienden. Dus je zag ineens mijn mousa of mijn mousie tegenover de hardste b-boy in de zaal staan. En die duikt op zijn rug en mijn mousa gaat gewoon, wat. En ja, het is gewoon, dat zijn bruggen, weet je. En dan na het afloop van het feest, dan komt iedereen naar me toe, zowel mijn vrienden als mijn familie, van, hey Jeef, dit was echt geweldig. Dit was echt heel tof. En dan maak je iets mee, want nou heb je eigenlijk een brug geslagen tussen twee werelden die elkaar eerst niet eens begrepen, weet je. Die elkaar, waarvan ze wisten niet van elkaar wat erin gebeurde. En je hebt ze elkaar eigenlijk op een bepaalde manier samengebracht. Ik heb dus een tijdje in twee werelden geleefd. En ja, na die verjaardag is dat allemaal. Nee, maar ik was Jivan by night en Rajiv by day. Weet je, zo kan je het een beetje zien. En nu merk ik dat het alter ego begint nu een beetje te vervagen. En ja, dat is wel een goede ontwikkeling. Dit was OHM Magazine. Voor meer informatie kunt u gaan naar www.ohmnet.nl. Namaskar.
4 september zenden OHM haar programma's op nieuwe tijden uit. De nieuwe uitzending is elke zaterdag te zien om 11:55 op Nederland 2. De herhaling wordt elke zondag om 3 uur uitgezonden, ook op Nederland 2. Vanaf 4 september, elke zaterdag om 11:55 en elke zondag om 3 uur op Nederland 2.